En nog iets, maar dat ben ik even vergeten. Hoe gaan we dit beginnen? Hier zien we iemand chasen met een kinderwagen. Wij zijn in de drukke stad Rotterdam. En het regent, want Annika is in Rotterdam. Huh? Ja, nou, altijd. Al 5 keer in Rotterdam is altijd regen. Ja, dus en wat we vandaag gaan doen, behalve mensen ontwijken hier en niet tegen iemand aanlopen, is random act of kindness. Dus we zijn nu op zoek naar de action. Rechtdoor. Naar de action. En dan gaan we, nou, omdat het regent, misschien paraplu's kopen en andere dingen om aan mensen te geven en zo. Dus we zijn heel erg benieuwd hoe het wordt. Ja. Oké, we zijn in de action en we hebben al kaartjes die we aan random mensen kunnen geven of ergens achter kunnen laten of zo. En nu op zoek naar paraplu's, dekens en zo, want het is super koud. We zijn nu bezig met een plek zoeken waar we onze eerste take van de straatonderzoek kunnen gaan opnemen. En we hebben hier een verlaten skatepark. Dus hier willen we dan de camera neerzetten en zo. Alles valt, alles gaat mis, de tas is al gescheurd. Maar we hebben dekens gekocht en paraplu's. En snoep voor in de tassen van de zwervers. En 2 knuffeltjes. En nog kaartjes die we dan aan mensen kunnen geven met een boodschap. Dus dat is wel heel leuk. En we vinden het super eng. Want het is gewoon heel spannend om die mensen aan te gaan spreken. Want mensen denken ook, het is gewoon een heel leuk idee zo. Maar mensen denken in het begin, what the fuck ga je doen? Nee, ik wil geen flyer. Terwijl ze dan gewoon een kaartje met een leuke boodschap krijgen eigenlijk. Dus ja, dat gaan we doen. Spannend. Okay. Hebben we er zin in? Ja! Nou, we hebben onze intro opgenomen. En wat zijn we dus aan het doen? We zijn een YouTube kanaal aan het opstarten. Dat heet Straatonderzoek. En wil je hier meer over weten? Dat kan. Maar houd het wel een beetje spannend. Want vandaag ga ik eigenlijk alleen gewoon voor de Random Acts of Kindness en zo vloggen. En dan gaan we een beetje meer vertellen over wat we nou precies gaan doen met straatonderzoek. Ja. Maar als je goed nadenkt over de naam, kan je wel een klein beetje uitvinden wat het ongeveer gaat worden. En je kan natuurlijk de vlogs in de gaten houden, want waarschijnlijk wordt er ook wel iets op meegedeeld. Medegedeeld. Ja. Ja. Dat is. Ja. Mijn naam is Annika en ik ben Anouk. En dit is Straatonderzoek. Nou, we hebben nu mensen geïnterviewd en nu zijn we bezig met kaartjes schrijven. Stel scherp voor vreemdelingen. Met een beetje gewoon leuke quotes erop en zo. En we hebben hier de kaartjes. Annika is een kaartje aan het schrijven. Ja. En Annika, wat ga je op het kaartje schrijven? Just in case no one told you this today, you are awesome. Ja. Ja, dat is gewoon super leuk als je dat dan vindt. En dan gaan we ze of aan mensen geven of ergens achterlaten of zo. Dus dat nou. Dat wordt een van de acts of kindness. Ik wil deze echt bijna zelf houden, want hij is gewoon heel erg schattig. We hebben ook nog heel erg heel schattige knuffeltjes. Nou, deze dus. En als we iemand tegenkomen met een hond, gaan we dit geven. Hier zien we iemand chasen met een kinderwagen. En daar gaat Annika achter een hond aan. Been a long time coming, seeming like we all been running, feeling like the wild west gunning, listen to our elders shunning, flipping on the news beat, talking, all about the problems, shocking, we put on our headphones, walking, we put on our headphones, where do we all go run? Kill one another all around the world. We are one all around the world. We are one. So where did we all go wrong? Love, la la la, love. Ja, nou, we gingen net eigenlijk richting de nachtopvang van de Legers Hels. Want we konden in de stad geen dakloze vinden, dus we wilden eigenlijk naar de opvang om spullen af te geven.
Maar ja, ik weet niet. We stonden daar een beetje aan die opvang. En het was nogal ongemakkelijk. Maar we gaan daar binnen. En het is echt eigenlijk tasjes die we gemaakt hebben voor één persoon. Dus dan kan je wel, misschien hebben jullie hier iets aan. Maar ja, het is echt persoonlijk meer om het te zien. Dus toen dachten we, nou, we gaan terug en gaan we bij het station kijken. Ja, en toen kwam er een man en die zei van, ja, mag ik je wat vragen? En ik zag ook wel gelijk, wel gelijk dat hij dakloos was. Dus toen gaven we hem dat tasje. En ja, hij had ook nog wat geld nodig, dus dat hebben we ook gegeven. Ja, voor de opvang, waar hij ook echt zeg maar oprecht naar onderweg was, want het was 10 meter bij de opvang vandaan. Ja, en het was wel gek om te doen. Ja, en ook, zeg maar, we hebben wel speciaal spullen gekocht om te geven. Maar om dan gewoon geld te geven is heel raar. Want normaal zijn deze werkers moet je geen geld geven, zeggen mensen altijd. Ja, maar het voelt wel goed, maar ook wel een beetje raar. Het is wel apart. Ja. Nou, we zijn eigenlijk klaar met onze eerste video van straatonderzoek. Yay. Ik zeg wel, it's a wrap. En dus en klaar met onze random act of kindness. Ja. En jullie hebben een beetje gezien hoe het ongeveer ging. En ja, het was wel heel erg leuk om te doen. Ja. Dus misschien dat we nog vaker zoiets gaan doen. Anders kijk vooral naar straatonderzoek om zulke soort dingen tegen te komen. Ja, tot de volgende keer. Nee, dat, dit is heel vlog. Ja, maakt niet uit. Maar tot de volgende keer zeggen. Tot de volgende keer gewoon weer een backstage vlog. Ja. Ja, we zijn echt heel moe. Je ziet volgens mij ook heel erg los dat we hard gewerkt hebben vandaag. En we hebben gewoon vrij, hè? Maar we hebben hard gewerkt. Ja, vakantie is het. Oh, op een vrije dag. Ja. Nou, bedankt voor het kijken. En ik hoop dat je een klein beetje geïnspireerd bent. Ja. Doei! Doeg!